Trentino was een zelfstandig prinsdom. Later werd het bij Oostenrijk gevoegd en na de Eerste Wereldoorlog is Trentino aan Italië afgestaan. Aan het einde van de ochtend rijden we via een mooie route naar Riva del Garda. Riva del Garda is een stad aan het uiterste noorden van het Gardameer en bezit nog oude stadspoorten. Verona is bekend vanwege het Romeinse amfitheater dat in de eerste eeuw na Christus gebouwd is. Onder leiding van een gids wandelen we naar het centrum. Dat noemen we Torre Lamberti. Dat die kant, kijk, dat mooie paleis met frescos. Als je mee ziet, alleen. In de Via Capello kunnen we het balkon van Romeo en Julia bewonderen. Als we de oude vestingmuur volgen, komen we weer terug bij de busparkeerplaats. Ter afsluiting van de vakantie hebben we een wijnproeverij in de kelder van Cava Butura. Dit is in de omgeving van Bardolino. Thank you.
nicht als weiß und rot, nur rote Trauben. Okay, er ist erfrischend. Ja. Er ist lecker zu Käse, aber Schweizer Käse, nicht holländischer Käse. Ten slotte brengt chauffeur Erik onze aankopen naar de bus.